was veel vraag naar een platform op social media voor de binnenstad. Voornamelijk voor de kleine ondernemers. En ja, op dat moment, net een komkommermaanden achter de rug, was er heel veel negativiteit in het nieuws over Deventer en dat het de spookstad aan het worden was. En de kleine ondernemers dat die het zo moeilijk hadden. En toen hebben wij gezegd van nou, laten we dan een positieve draai eraan geven en juist laten zien waarom mensen wel de stad nog in moeten. En toen hebben we Shopping in Deventer opgezet. Ik doe dit fulltime. Mijn vader die is met pensioen, dus die kan in principe ook elke dag wel de stad ingaan. En op die manier kunnen we gewoon heel veel, met een paar mensen kunnen we gewoon doen. In het begin zijn we echt gewoon langs geweest bij heel wat ondernemers. De ondernemers kunnen ook, zonder partner noemen wij dat dan, worden van Shopping in Deventer. Dus worden ze voor een klein bedrag per maand worden ze daar lid van. En dan komen ze op de website te staan, krijgen ze door ons, worden we teksten geschreven, mooie foto's gemaakt en nou ja, worden ze meegenomen op Facebook. De maandag en dinsdag zijn wel een beetje de rustige dagen voor in de stad. Dus dat zijn eigenlijk voornamelijk de dagen dat we de content inplannen, foto's gaan bewerken, kijken wat de planning is die week. En de andere dagen gaan we vaak dus, ja, de hort op de stad in of naar de worp. We hebben bedrijven ook in Schalkhaar zitten. Waar we nog gewoon even naartoe gaan kijken of er weer wat nieuws te melden is. We werden uitgenodigd aan de hand van de Facebookpagina eigenlijk van de binnenstad. Van het binnenstadsmanagement die wij beheren. En aan de hand van die avond heb ik eigenlijk een brief geschreven naar de gedeputeerden. Dan hebben we eigenlijk de citycheck gekregen om ja, leuke acties weer voor Deventer te organiseren. En ook om ons platform net even wat te professionaliseren en uit te breiden. Voor Shopping in Deventer hoop ik dat we in de toekomst verder kunnen samenwerken met binnenstadsmanagement. Zodat we dit echt voor de binnenstad en voor heel Deventer eigenlijk kunnen gaan doen.